In Rotterdam-Overschie zijn vanmiddag zo'n 15 woningen ontruimd na een grote waterlekkage door een kapotte hoofdleiding. Er is een lekkage aan de waterleiding ontstaan op de kruising hier achter ons. En dat water dat heeft gedurende enige tijd echt door de straten in de wijk hier in Overschie kunnen stromen. Een groot gat ook in de kruising geslagen. We hebben een aantal woningen moeten ontruimen, want er is onder andere een gaslek ontstaan. En we weten ook niet zeker of alle woningen stabiel zijn, omdat ook de grond is weggezakt op een aantal punten in deze wijk. In totaal lekte 4,5 miljoen liter water weg. Bewoners zijn geschrokken. Mijn buurman had mij gebeld dat mijn straat blank stond. Ik denk, nee, gaan we weer. Ik zei, nou, de zandzakken liggen klaar achter de deur. Maar ik denk, nou, ik ga even de wijk doorlopen. Maar dan kijk, zie ik het zitten. Ik denk, jeetje, dit is heel erg. En hier helemaal, dus ja, vreselijk. Ik ga even in de kelder kijken of water er ligt. Die was nog droog. Dus ik heb geluk dat het hier afloopt. Ja, en dan ziet het al wat allemaal hier is gebeurd. De getroffen bewoners werden met bussen weggehaald en ondergebracht in het huis van de wijk aan de Hoge Schiehof. We wachten wel af. Wat kan je anders? Toevallig ben ik net uit het ziekenhuis, dus ik moet op een of andere manier zien te improviseren dat ik ook nog een beetje gezond blijf erbij. Heb je katten maar meegenomen? Nou ja, ik ga ze niet zomaar achterlaten als er iets gebeurt. Dat is nou niet echt helemaal de bedoeling dan. Een deel van de bewoners mocht aan het eind van de middag weer naar huis.